Okay, let's turn that off before. Hallo allemaal, welkom in de Toyota van Compa. Laten we die auto maar even, dankjewel. Welkom in de Toyota van de Compa, van Compa International, jawel. Mijn autobedrijf. En waarom zeg ik mijn autobedrijf? Ja, omdat het ook van mij is. Ik ga nu naar Compa toe. Want, shit, vergeet mijn seatbelt om te doen. Oeps. Ik ga nu naar Compa toe om een driver op te halen. Om deze auto later terug te rijden naar Compa. En we gaan richting Lelydorp vandaag. We gaan kijken of onze bakkerij, de number one bakkerij van Suriname. Ja, ik weet het. Sommige mensen gaan boos worden. Maar dat is gewoon zo. Het is mijn nummer 1, hè. En we gaan niet om broodjes te halen. We gaan even om te kijken hoe het met hun gaat. Even weer een leuk filmpje maken. Want hun laatste filmpje, dat was een hit, hè. Eigenlijk al de films die ik heb gemaakt van bakkerij Lelydorp zijn een hit geworden. Nou, hit. Wat is een hit? Ik bedoel 40.000 views of zo. En veel liefde. Weinig dislikes. Veel likes. En veel lieve berichten ook uit Indonesië. Zo, apa kabar met alle Indonesië familie en vrienden. En natuurlijk ook uit Java en Suriname natuurlijk. De Indonesische mensen en ook de Javaanse mensen, de gemeenschap. Ja, ik wou zeggen Kude Manati, maar dat is trio talen. Ik ben een beetje in de war. Ik heb net afscheid genomen van mijn ouders. Het was zo zwaar. Maar ja, big boys don't cry. So, we gaan nu richting Compa om zeg maar mijn driver op te halen. En hij gaat dus dan met me mee en dan zet hij me af. Of zet ik mezelf af op Zanderij. Op Johan Adolf Pengel Airport SMJP. En dan rijdt hij de auto terug. En dat kan dus ook. Je kan je ook door Compa laten wegbrengen. Als je auto huurt kun je de auto ook op Zanderij laten afhalen. Kost je wel €40 extra, want ze moeten dan met twee auto's komen om die auto op te halen. Maar hey, wacht eens eventjes. Als we richting Zanderij moeten gaan met, hoe heet het nou, met Ashroef of met een van die gasten. Dan moet je ook een heleboel geld betalen. Hè? Dus laten we daar geen grapjes over maken. Dat kost je ook gewoon €30. Goedkoper rijden ze je niet. Of je moet met een bus gaan. Zit je opgepropt met een heleboel mensen, ja. Ik weet niet. Ik vind dit veel leuker, dus daarom doe ik dit op deze manier. Ik heb het een klein beetje anders geregeld. Ik heb een driver gecharterd. Dat kost je €10 minder. Dus zoveel verschil is het niet, maar het is wel exact de prijs wat je ook bij Ashroef moet betalen om je te laten brengen naar Zanderij. Tenminste, als je privé gebracht wil worden met de auto, hè. Dus niet met andere mensen, maar gewoon alleen in de auto daar naartoe wordt gebracht. Dan kost het je gewoon €30. Nou, ik geef die €30 liever, heel veel liever aan mijn vrienden van Compa. Waarom? Nou, heel simpel. Ik ben opgehaald door de Parel of door een van hun, Ashroef, een van die twee. En ze komen me halen met de auto die alleen maar in de tweede versnelling kon rijden. Dus de weg van Zanderij naar huis heeft gewoon 3 uur geduurd, 4 uur. Ik baalde als een stekker, echt waar. Weet je, want ik kon al die tijd kon ik geen sigaretje roken. Want dat mocht weer niet. En al dat soort nonsens, weet je. Dus vandaar, ik zeg, weet je, huur je auto bij Compa. Ga even met ze regelen. En ze zijn heel welwillend om je te helpen. Echt waar, het is gewoon een super top bedrijf. En als andere mensen daar boos over worden dat ik dat zeg, nou, dat is voor jullie karma. Oké? Okay? Ik vertel gewoon hoe het is. Als het geen goed bedrijf was, had ik ook gezegd geen goed bedrijf. Dus, ja. Dus dan gaan we dus zeg maar met z'n tweeën. Ik zou mijn neefje meenemen, maar ja, die kon weer niet. Eerst kon die wel en toen kon die weer niet. Maar hij wist niet dat ik ook vandaag vertrok.
Hij dacht, we gaan gewoon even gezellig naar Cola kreken. Dacht je even een beetje leuk, weet je. Maar het was meer dan dat. Even kijken, volgens mij moet ik hierin. Ik ga die auto volgen. Volgens mij kan ik hierin. En dan kan ik Kerkkamp weg. Want ik zie hier een verschrikkelijke drukte mensen. En ik zie de Shell-pomp niet eens. Dus ik ga op mijn eigen manier naar Compa rijden. Want ik heb echt geen zin in files nu. Na zo'n gezellige, rustige, autovrije dag. Ik hoop dat dit de goede weg is. Auw, sorry voor dat. Jongens, jullie moeten die straten even maken hier zo. Maar goed. Het is dus veel voordeliger om gewoon met je eigen auto die je huurt bij Compa gezellig eventjes naar... Hey, dat is de goede weg. Dit komt precies bij de Kerkkampweg uit. Oh, ik heb gewoon een auto gevolgd die rechtsaf gaat. Die had geen zin in al die rompslomp. Ja, ik ben precies goed hier zo. Dit is de weg die ik moet hebben. Deze komt uit op de Kerkkampweg. En dan ben ik dus gelijk op de Van Nitsigastraat. En in principe als er geen lange rij is, dan kunnen we ook eventueel de ringweg pakken. Zal ik je laten zien waar ik ben? Een heleboel gigabytes. Ik denk dat ik 80 gigabyte vrij heb op deze iPhone. Dus we kunnen de heleboel filmen. Dit wordt een lange beren film, een LB film. Ja, Isaac Milok Mik, LB film toch? Wij Surinamers zijn altijd een beetje lange beren. We zijn niet van snel. We willen dat ding goed zien en we willen het goed horen. En daarom hoor ik van Suriname. En van Surinamers ook. Ik wil alle Surinamers die gereageerd hebben op mijn filmpjes super, super bedanken. Jullie zijn gewoon hartstikke lief. Ik wil alle Surinamers die mij een break hebben gegeven in het verkeer. Jullie weten zelf wie jullie zijn. Super bedanken voor al die breaks. Jullie zijn allemaal vrienden van me. Al ken ik het niet persoonlijk, maar gewoon, je hebt me een zo goed gevoel gegeven. Dat als ik eraan denk, ik zelfs een beetje emotioneel word. Al die lieve mensen die ik heb ontmoet bij de Warungs. En dan heb ik het over Sumatra. Oh, daar komt een dikke auto aan. Ik moest even kijken hoor. Over... al de plekken, Taufik, Leonsberg, mijn vrienden daar zo, de bootsmannen. Als je dus zeg maar in Suriname bent en je wil een beetje gaan varen, dan zou ik gaan naar Leonsberg rond 10 uur 's ochtends. Tussen 10, 11, 12, 1. Maar dan hebben die jongens weinig te doen, hè? En dan kun je zo een bootje huren voor 25 SAD. En dan kan je naar de overkant gaan. En je kan je ook weer laten ophalen door hem. Of je pakt een ander bootje terug. Zodat iemand anders ook weer wat verdient. Maar in principe kun je zo een hele boot charteren voor 25 SAD. Om je te brengen naar de overkant. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goedkoop. Kijk, zie hoe we die Quattaweg hebben gewonnen. Die mensen, als we in de rij stonden, stonden we daar tot over half uur nog, hè. Dus en kijk, hier zie je dat de rij heel kort is. En we kunnen dus toch gewoon de ringweg pakken. Ik sta liever in deze file dan in die ene van de Quattaweg. Laten we eerlijk zijn. Dus Boropassies, die maken echt uit. Oké? Okay? Onthoud het nou. Boropassie maakt uit. Ik heb nog een kwart tank ongeveer. Dus dan kan ik onderweg tanken. Ik wil gaan tanken op Lelydorp. Want daar heb ik ook vrienden zitten. Die zijn vorige keer ook in mijn video gekomen. De video is ook goed bekeken. En de pomp, die pomp bediende, om het zo te zeggen. De medewerker van de Shell daar. Die stond dus zeg maar, YouTube had hem uitgekozen als het plaatje van de video. Natuurlijk als zijn vrienden even kijken, weet je wel, hoe die erop stond en zo. En ja, dat vond ik ook hartstikke leuk. Dus ik wil hun ook weer even gaan checken. Zo,
We kunnen twee dingen doen. We kunnen of rechtsaf gaan, of we gaan rechtdoor. Ik denk, we gaan rechtdoor, want dat staat op groen. jongens, kijk die... kijk die rij. Oh, je kon die rij niet zien. Maar dat was één lange rij daar, zo op de kwartier. Ik denk dat veel Surinamers geen boerenpassies kennen. En ik ken ze dus wel. Ik ben ook een Surinamer. Alleen ik woon niet hier. Maar ik ken al die boerenpassies, hoor. Je gaat mij niet in de file zien staan. Last benzine zomaar. En een heleboel uitlaatgassen blazen voor die mensen die daar wonen. Ik denk als we in de file staan, moeten we gewoon die motor uitzetten. Dat denk ik. Maar ja, wie ben ik? Ik merk dat mensen ook vaak hun auto laten aanstaan. In plaats van dat ze het uitzetten als ze hem niet gebruiken. Ik zeg gewoon uitdoen die auto, mensen. Gewoon uitdoen. Ik heb een dikke bak chow mein meegekregen van mijn pa. Die had hij gisteren gekocht. Maar ja, mijn zusje die had ook lekkere bami gemaakt. Kijk, ik ga deze man een break geven. Zo doe je dat. En natuurlijk bedankt hij niet. Nou, hoeft ook niet. Volgende keer krijg jij geen break meer van mij. Meneer PH52 nog wat. Maar dat komt geen volgende keer, want ik ga vandaag weg. Ja. Wij gaan naar Amsterdam toe. En sommige mensen zullen dat leuk vinden om te zien. Want ik ga dus alles filmen. Ik kan de check-in niet filmen, maar dan moet ik mijn telefoon inleveren. Dus ja, dat gaat niet lukken. Maar zodra we in de VIP-room zijn, dan kunnen we dus wel gewoon weer filmen. En dan gaan we kijken wat de VIP-room allemaal voor lekkers in petto heeft voor ons daar zo. Nou, daar gaan we, mensen. Dit was een oude bumpelstrip, die hebben ze gelukkig verwijderd. Gaan we dus alles filmen, ook de take-off en de landing op Amsterdam. En dan word ik opgehaald door een grote bus van Van der Valk. En dan gaan we dus naar Van der Valk toe. Dus ik begin die hele theorie te vertellen wat je gaat zien in deze film. Zodat je weet, het is een lange film, lange berenfilm, maar wel een hele interessante. Want je gaat het hele plaatje te zien krijgen. Weet je wat ik bedoel? Dus dan word ik opgehaald door Van der Valk. En dan gaan we naar Van der Valk toe. Dat is een hotel. Het heet A4. Hotel A4 Van der Valk. En daar staat mijn auto. En dan stappen we in de Toyota Celica. Ook weer een Toyota. En dan rijden we naar Groningen toe. Jawel, want daar woon ik. Dat wordt een hele excursie, jongens. En jullie zijn getuigen van dit ding. Deze video zal in 4K geüpload worden. Zodra ik thuis ben, want ik heb thuis heb ik een bloedsnelle internetverbinding. En de film van misschien wel 2,5 uur lang. Ik weet niet hoe lang deze film gaat duren. Misschien wel 3 uur, Minasabi. Die is binnen een uurtje geüpload. Dus het is geen lange beheerritorie met uploaden. Ik heb een supersnelle internetverbinding. Ik ga Tele2 aan hun oren trekken. Want door hun simkaart ben ik de hele maand niet beschikbaar geweest. Mensen konden me niet bellen. Ik kon geen sms ontvangen. Natuurlijk heb je WhatsApp tegenwoordig voor je vrienden. Maar ja, zakelijke bedrijven die bellen niet met WhatsApp. Die bellen met je telefoonnummer. Ja toch? Maar van Versa Nipsa, dan gaat Tele2 ga ik ze voor de rechter slepen. Voor een slechte 4G abonnement wat ze me hebben aangesmeerd. Natuurlijk ga ik er ook gelijk afstand van doen. Ja toch? Want je hebt er niks aan. Je hebt er helemaal niks aan. Oeps, dit is oranje. Ik zeg stoppen voor oranje. Stoppen voor oranje, lieve mensen. Nog even genieten, we hebben geen haast. Ik ben ruim op tijd. Vliegtuig vertrekt pas om 6 uur. Dus ik ben ruim op tijd, man. Ik ga me niet haasten, ik ga me niet stressen. Ik ga wel mijn tante nog even groeten. Nou, wat doet er, joh? Oh, was niet voor mij.
stoplicht hangt een beetje hoog, dus je moet echt even omhoog kijken. En dat is een goede zaak, want we kijken te vaak omlaag. Dus de stoplichten in Suriname die helpen je om je nek weer, zeg maar, bij te stellen. Want iedereen kijkt tegenwoordig alleen maar op zijn telefoontje. En ja. Wow, dikke auto joh. Kijk nou. Mooie auto. Prachtig. Maar die twee uitlaten bevallen me niet, hè. Dat betekent dat het een 8-cilinder is. Dus die zuigt een heleboel benzine. Dan kan je niet even 50 SRD gaan tanken. Zoals met deze auto. Deze auto is een genot om te rijden. Echt waar, als ik in Suriname kom wonen. Wil ik precies zo'n auto. Ik ga naar Compa toe. Ik zeg, Compa, wat is die auto wat ik heb gereden vorig jaar? Die wil ik hebben. Verkoop het aan mij. Ze hebben toch genoeg auto's. Dit zijn echt de auto's die je wil hebben hoor. Super goede auto's. Super goedkoop. En super mooi vind ik ook. Leuk autootje. Er kan heel veel in. Echt waar. Als je de banken plat legt, nou, dan kun je echt heel veel inzetten. Zo, wat ik ga doen, ik ga hier rechtsaf. Ik ga mijn tante nog even groeten. Ik heb tussen 10:30 en 11:00 afgesproken bij Compa. En Compa zijn net als Hollanders, hè. Hé, hey, maar hoe laat is het nou? 10:42? Mijn god, ik ben een beetje laat. Dus ik kan mijn tante alleen maar een kusje geven. En dan moet ik gelijk weg. Zie je, we zijn nu al op de Copernicusstraat. En de Copernicusstraat is in principe de snelste route om naar Compa te gaan als je van Quatta komt. Hè? Als je van Quatta komt, denk ik dat je gewoon deze straat moet rijden wat je nou hebt gezien. Dan ben je heel snel. Als ik in die villa had gestaan, dan doen we deel binnen. Dan viel het even Quatta weg. Waren we nou misschien net bij die Shell. Verschrikkelijk is dat. Milop mi boro pasiera. Ik hou zoveel van mijn boro passies. Mijn boro passies. Nou, doe maar rijden. Mag ik ook rijden? Nee. Nee, mag het van u? Ja, mag het van u? Ook super, dank u wel. Lieve mensen heb je Suriname, jongen. Lieve mensen. Maar je moet ook, je moet niet denken dat ze gek zijn, hè. Ze zijn lief tot het moment dat jij niet lief bent. Dat is pure nonsense. Dat is Surinamers. Even kijken. Waar is mijn lieve tante? Waar woont ze ook alweer? Volgens mij woont ze hier. Ja. Even mijn tante groeten. Tante, ik moet gelijk weg. Ja. Tante Joyce, ik hou van je. Sharda, doei. Ik bel je via WhatsApp. Misschien wel op Zanderij, eventjes nog. Maar ik moest je even komen groeten. Brassa en Ricky. Groet hem voor me, hè? Ja, zeg voor. Ik geef hem een huk voor me, oké. Okay. Dat doe ik. Hasta la vista. Bye. Oh ja, dat was mijn tante trouwens, jongens. Mijn lieve tante. Het is de allerliefste vrouw van de wereld. Naast mijn moeder. Je hebt mijn moeder en je hebt mijn tante. Ik heb heel veel tantes, echt waar. Maar deze tante, daar heb ik een hele speciale band mee. En mijn moeder heeft ook een hele speciale band met haar. En ze lijken ontzettend veel op elkaar.
op dit moment, ja, is mijn moeder wat, ja, door de ziekte een beetje erg afgevallen. Maar ze komt weer langzaam bij. Ze is 2,5 kilo erbij gekomen vanaf ze thuis is. Nou ja, ik ben ook wat kilo's aangekomen. Dus maar dat komt door al dat lekkere eten. Want ja, lekker heb ik gegeten. En er zijn heel veel mensen die hebben me ook extra adresjes gestuurd waar ik zou moeten gaan eten en wat ik moest filmen. Ik doe dat allemaal over 3 maandjes. Over 3 maandjes doe ik dat. En dan, dat doen we alles weer eens een keertje over. Okido. Dat beloof ik. Ik pak even een boerenpas. Ik heb geen zin om daar te staan, joh. Want in principe, dit is dezelfde weg. En daar heb je politie. Ik heb ook nou geen zin in geen enkele controle, want ik heb geen tijd daarvoor. Ik moet eerst die jongen ophalen. En als je uit Nederland komt, dan verwachten mensen dat jij je aan de tijd houdt. Je moet je aan de tijd houden. Maar als ik er om 11 uur niet ben en hij gaat weg, hij zegt ja, Amano kom, weet je, hij is toch niet gekomen. Dan heb ik een probleem, weet je. Want dan heb ik... Nou ja, eigenlijk heb ik daar geen probleem. Dan moeten ze gewoon die auto ophalen op Zanderij. Kost het maar 10 euro extra. Nou, daar ga ik echt geen honger van lijden. Gun ik ze eigenlijk ook wel. Maar ja, ik gun ze eigenlijk ook wel dat ze niet met 2 auto's hoeven te rijden. Dat kost ook 2 keer benzine. En 2 keer meer kans dat er iets fout kan gaan. Ja toch? Ik bedoel, het is ook mijn bedrijf. Ja, ik moet ook een beetje voor hun denken. Ja toch? Snap je wat ik bedoel? Compa is ook van mij. Is ook mijn bedrijf. Ik heb een hele maand gereden in hun auto. Dus en behalve dat hij een beetje vies is geworden, is hij nog net zo als toen ik hem kreeg. Er is niks mee gebeurd. Niet kapot, geen krassen, geen weet ik veel wat. En ze gaan ze ook niet verzinnen, weet je. Compa is niet zo. Nou ja, ik maak altijd, ik heb jullie verteld, als je auto huurt, moet je altijd je cameraatje erbij pakken. Even om de auto heen lopen. Want soms weet je het zelf ook niet meer, hè. En dan, ja. Dan weet je het eigenlijk ook niet meer. En het is altijd belangrijk om te weten. Dat is een andere tante van me. Maar ja, die zit er niet op het balkon. Ik weet zeker dat tante Joyce die voelde dat ik kwam. Daarom stond ze op het balkon. Ze stond gewoon op me te wachten. Om te kijken of ik langs zou rijden. Dat is mijn tante, jongen. En als ik niet was langs gereden, zou ze het niet leuk vinden. Maar ik had haar gebeld en WhatsApp, weet je. Maar toch zou ze het niet leuk vinden. Oké, het is 49. Het is 10 voor 11, jongens. En we rijden nu op de Anton Drachtenweg. Zometeen gaat dit over naar de Cornelis Jan Bouwstraat. Ik vergeet altijd die ruitenwissel. Het zit aan de linkerkant en niet aan de rechterkant. De rechterkant is richting aanwijzen. Ik vind het ook prettig om in een auto met een rechtsstuur te rijden. Want in Nederland rijd ik met linkstuur, maar daar is het ook rechtsverkeer. Even het oude terrein. We kijken hier zo. Dit was ons huis hier. Maar ja, toen stonden de andere woningen. Dit is de Cornelis Jan Bouwstraat ondertussen, mensen. En we zijn er bijna. En vandaag ben ik de Marfa niet vergeten. Want ja, als ik de Marfa zou vergeten vandaag, dan zo. Zou die dame boos worden, mijn zusje daar zo bij Compa. Ze zou zeggen, broer, ben je me weer vergeten? Dan gaat zij Marfa planten. En volgende keer als ik kom en ik heb geen Marfa, kan ik bij haar weer ophalen, snap je? Kan zij voor mij brengen. Zo, Compa, die vind je dus op de Cornelis Jan Bouwstraat. Je moet wel even een beetje voorzichtig en rustig rijden. Want hier is het, zie je dat?
Compa International. You get your car at Compa International. Dames y caballeros. En daar ben ik. Hallo. Sesam, open u. Dank u. En daar is mijn broer. Die is er ook weer. Beide van mijn broeders zijn er. Dag Ras, hoe gaat het? Ja? Ja, lekker jongen. Ja, ik ga even naar boven. Ik heb even wat voor jou. Yo, dit is Vijay en dit is Puk. Je weet zelf toch. Hé, rustig nou man. Je moet niet zo doen toch. Rustig toch. Jongen. En ja, dit is Vijay. En Vijay gaat zometeen de auto terugrijden. Ik heb jullie verteld. We gaan naar Lelydorp. Even bakkerij Lelydorp groeten. En dan gaan we door. Gaan we naar Sanderij. Of tenminste naar Cola Creek. Dan ga ik even, ondanks dit regenachtige weer, even mijn gezicht wassen. En dan mijn kleren daar zo eventjes netjes aantrekken, je weet. En dan proberen we rond half twee, twee uur bij, op Sanderij te zijn. En dan kan ik al inchecken, toch? Of niet? Jawel. Ja. Dan wordt het al lekker. Ja, ja, precies. Dan zijn we lekker vroeg daar zo. Maar ik ga jullie op de weg zetten, want ja, dit is weer even een route die we niet hebben gereden. Dus check het out. Dit is, ja, hoe heet deze stad? Pas van Wanica, no? Of niet? Nee. Van Hogerhuis. Dit is van Hogerhuis, natuurlijk. En we gaan richting... Hoe zullen we rijden? Zullen we rijden via... Oh nee, daar komen we niet langs Lelydorp, hè? Jawel, jawel. Je gaat komen. Als we highway nemen? Ja, ik ga je wezen daar. Oké, okay. In deze pakket ook de Borenpas is toch? Ja. Goed zo, man. Tof. Wat de regen, jongens. Oké, deze is niet erin. Dat jij erbij bent, want je ben ik nooit geweest vanaf ik hier ben. Heb
ben niet. Ik ben nu al wegwezen. Oké. Ga je nu al weg. Dus wat ga ik je net want dan kan je net niet zo in het vliegen op. Oké. Dan kan je gewoon hier opreden en checken. Ja. Maar normaal ga ik elke dag weg naar Cola Creek of naar andere plekjes. Niet geen boxy Creek, hè, maar je weet toch? Ja, wel. Ja. En dan. Maar deze keer kon ik niet. Daarom heb ik ook genoemd. Ik heb genoemd Mission. Oh. Mission in Suriname. Geen avontuur. Ja. Ik heb geen avontuur gehad. Elke dag ben ik op tijd thuis of om mijn moeder te zorgen. Weet je? Ja. En die auto hadden we nodig omdat mijn vader, ja, die moet ook elke dag naar het land toe. We hebben ook een farm, hè? Ja. En elke dag moest hij naar het land toe en zo. Dus hij had die auto nodig. Ik kon die auto van hem niet gebruiken. En dat heeft hij eigenlijk ook liever niet. Dus wat voor heeft hij dan nodig als hij een farm heeft? En ik bedoel, geld ja, is echt een probleem. Dus ik kan makkelijk de auto niet meer. Nou jongens, wat een weer. Wow, maar gewoon rustig rijden. Ja, easy does it. Oh ja. Zo? Ja. Gewoon deze baan rijden, die wetste baan. Ja. Het is ook geen weer voor mijn vader om het te gaan wegbrengen, toch? De beste manier om weg te gaan. Ja, met de auto direct daar. Ja. En ik vond het ook niet nodig dat je met twee auto's moest komen. Maar dan moet je twee chauffeurs meenemen. Dat kost jullie ook meer geld. Ja. Ja toch? Ja. Moet je twee keer tanken. Jullie alle twee moeten wat krijgen. En het kost maar een tientje duurder. Ja. Dan dacht ik van nou ja, liever, dan betaal ik liever 30 aan jou, joh. Gewoon rechtdoor, hè? Ja, nou rechtdoor ga je niet. Oké. Okay. Ja, hier is rechtdoor. Latour. Ja. Nee, maar de prijzen is toch? Dit is Latour. En als je van hier gaat rijden, ja, via Latour, is Langeberg. Langeberg. Want de file, wat het probleem is, er zijn vier bedrijven ook daar op de hoek. Ja. Er zijn ze dagelijks bezig met 12 uur, 4 uur s'avonds. Dus is de weg helemaal druk daar. En niet iedereen kent de route van achteren naar Zandrijk. Ja. Er zijn wel mensen die gaan komen, buitenlanders die nu pas komen, die niet weten. Die pakken die weg daar zo, ja. Taxichauffeurs weten het wel. Maar ze pakken toch die weg? Ja. Dat het lang duurt. Ja, wel. Ja. Weet je reden waarom ze lang? De tijd gaat in voor hun rustig aan, ze nemen gewoon hun tijd. Ja, klopt. Ze maken hun tijd erbij, extra erbij. Maar het is niet nodig, hè. En dan willen ze ook nog voor je wanneer je ze hebt weggebracht, jongen. Dan willen ze nog wat lekkers. Ah, wat lekkers. En ik gun iedereen, man. Ik gun iedereen, maar die Ashraf, of wie dat ook was met die auto. Ik weet niet meer, Ashraf of de Parel. Ja. Ik mag niet slecht praten over niemand, maar ja. Als je mij komt halen met zo'n auto, die alleen maar tweede versnelling rijdt. En het duurt 4 uur voordat ik thuis ben. Kijk, nog één ding. Ze hebben zoveel auto's nog op, Sandré. Ja. Extra auto's erbij. Precies. Waarom neem je die auto? Je kan nog die andere auto pakken of... Ja. Of even terugdraaien van die auto. Wat je niet nog op. Ja. Ik trouwen. Niks van dat, man. Zo ga je het laten verliezen. Echt wel. Kijk, nou, met Compa, kijk, mijn relatie met Compa is nu nog beter geworden na deze keer, weet je? Ja, ja. Dus, ja, als ik de volgende keer kom, stuur ik Compa een WhatsAppje. Aha. Van, hey, ik kom dan en dan, alsjeblieft kan je Wijay sturen om mij op te halen. Ja. Weet je, en kunnen wij misschien zelf ook gelijk die auto regelen? Dan hou ik die auto zelf gelijk, weet je wat ik bedoel? Jawel. Dus ik breng die auto direct daar voor je. Ja. Daar komen we terug. Ja. Zet je me gewoon weer bij de brug daar zo. Ja. Van, dan ga ik weer weg. Ja. Je hebt je auto pakken. Bij de... Rechtsaf. Ja. Oké, deze weg moet ik onthouden dus. Dit is Beekhuizenweg. Beekhuizenweg. Ja. Super, dankjewel. Meneer, u bent een goed mens. God gaat u lonen. Met op zijn minst 7 zonen.
meisjes. Ja, de twee mooie meisjes. Ja, maar ik ga ook zoenen hebben dan. Ja, ja. En mijn zoenen zijn hun meisjes niet meer. Ja, 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 ja toch. Ja, toch. Is het goed dan, dat gaat volgens niet meer groot worden, hè? Ja, zo is het. Doe het raam mee ook. Je hoort van die tabakken ook, hè? Ai. Alleen maar. Ik ook van die groene, van die andere weet ik eigenlijk niet. Nee, hè? Ik rook ook alleen maar deze. Vroeger rookten we Snowflake, toen ik zo oud was als jou. Mm. Hadden we hier zo'n Snowflake in dit land. Ja. En dat rookte ik. Ik ben begonnen met Morello. En daarna Dunhill. Denk je dat ik problemen ga krijgen op Sanderij met deze sigaret? Nee. Ze gaan me niet zeggen van meneer, dit is illegale sigaret. Nee. Want ik heb een slof in mijn koffer gezet. Ja, je mag het leggen. Wanneer was het? Vorige week ben ik die zwager van Kompa gaan afzetten. Mm-hmm. Hij heeft ook een hele slof voor een mat van daar gebracht. Hij heeft het wel. Het is ook gegaan. Dus je mag het ook brengen. Ja. Maar dit is een lichte drempel, dus je mag het niet meteen. Die drempel is in Suriname, maar weet je wat deze probleem is? Ze maken de weven, maar ze maken niet direct goed alles, hè. Dat is het probleem alleen. En daar is weer een drempel, of niet? Die andere, wat jouw is. Mm-hmm. Alleen die drempels van de Kwataweg ken ik. Uit het hoofd. Uit het hoofd. Zelfs avonds. Ik weet precies waar ze zitten. Dat is waarschijnlijk heel oude drempels, hè? Ja, klopt. En ik rijd daar elke dag toch, want ik woon achter daar bij een of andere villa daar zo. Rainfield? Nee, geen Rainfield. Bij de Kwataweg, achter bij Key Taj Mahal. Ja. Als je die straat rijdt van Taj Mahal, heb je daar toch een project daarachter? Jawel. Daar zo. Hij is achterin bij zo'n Haarweg daar. Yes, Soekanstraat. Of ja. Soekanweg. Soekan. Leuke buurt, jongen. Leuke mensen daar. Daar is het echt rustig, hè? Wat één is, alleen wat voor Kwata, de weg van Kwata is wel druk. Het is heel druk. Maar met ik de boren passie toch? Mis op de boren passie. Linksaf. Ja mensen, wat jullie zien is borenpassie van Wijay. Ik ken deze borenpassie niet, hij kent ze, dus alle credits voor Wijay op deze route. Die credits, dus we moeten elkaar leren zeggen en we moeten elkaar leren kennen. Hè? Ja, klopt. Maar deze ga ik onthouden. Dit is een grote van onze taxibedrijven. Eigenlijk zouden ze vandaan nemen, van de Spalde te Wariba. Ja. Of tot Lipo Kanaal. Mm-hmm. Maar ik rijd van hier, is de weg heel vrij, rustig drempel. Hey, hier staat niet eens een bordje drempel. Het is alleen van die kant. Oh man. Hey, gemeente, openbare werken van verkeer, zet een bordje aan deze kant voor die mensen, man. Gewoon rechtdoor? Je kan rechtsaf nemen of je gaat rechter. Wat wil je? Wat doe je? Ook rechtsaf. Rechtsaf? Jawel. Die kant in, hè? Die andere links. Ja, dit is Palipal de Wariba. Ik wacht even op die auto. Ja. Kan ik het zien? Dit is Palipal de Wariba wat nu rijdt. Oh, oké. Okay. Oh ja, deze blijft vastzitten, hè? Dat weet je. Ja. Oh, die stok zit vast. Ja. En weet je wat er is gebeurd? Ja. Iemand heeft waarschijnlijk dat ding teruggedrukt terwijl hij die bocht nog maakte. Oh. Zo gaan die dingen kapot. Ja, die klik toch? Ja, die klik. Worden de gebroken en vandaar dat het terug kan draaien. Klopt. Maar die van die kant is nog wel goed van deze auto. Okay. Maar zo heb ik gehad hoor, het was al zo. Ja, nee, dat is geen probleem. Nee, ik denk van deze ook van die schade daar toch? Ja. Die schade van, kijk hier is ook geen bord. Hier is ook geen bord. Ja, die schade van die drempel. En die van voorbumper. Ja. Hij heeft het wel gemaakt, maar hij heeft van voren gemaakt toch? Ja. En als je van voren gaat kijken, dan zie je het direct. Ja. Maar hij, die andere jongen, die rasta, is best van. Ik
de zijkant gekregen. Ja. Maar kijk, die eerste is het gewoon klein van bumper van voren, toch? Ja. Die band is niet ver van die bumper van voren. Klopt. Daar is hij daarvan twijfelen. Maar zie dat het een schade of ding is. Weet je, je hebt mensen die huren een auto en dan gaan ze regeren, ja. Die auto. Ik ben niet zo. Ik behandel deze auto alsof het mijn eigen auto is. Weet je? Ze gebruiken die auto's als... Het is niet van hun, toch? Dan gaan ze gewoon mollen, uitersreden, alles. En dan komen ze met een heleboel schade te maken. Dan komen ze met schade, dan gaan ze nog... Ja, van die klanten die... Nee, ik heb het niet gedaan, dit en dat. Ja, geriepen. Klopt. Je hebt wel klanten die heeft het ook gezegd dat hij zelf is komen zeggen dat zijn schade is aangekomen per ongeluk. Kijk, ja. Daar zo heeft papa aan de rekening. Als je gaat wegen, ja. Gaat hij in plaats van 10 euro, ja. 20 euro zeggen. Ja, logisch. Dat is een bedrijf toch? Ja. Maar je bent zelf komen zeggen, de mentaliteit van je is goed gegaan. Ja. Als je eerlijk bent, dan houden mensen hier van je. Maar als je gaat liegen, weet je, dan... Ja, niemand houdt van je als je liegt, jongen. Dus dat? Echt waar. Nee, maar ik rijd altijd met onze auto's. Kompasauto's. Alsof het mijn eigen auto is. Omdat, weet je waarom? Als je schade gaat maken, toch? Je gaat die auto regeren. Daar heb je jezelf ermee. Ja, want die auto, ja. Je hebt jezelf ermee, man. Behalve dat je je borg gaat verliezen, ga je ook nog eens, weet ik veel, die mensen gaan je niet meer vertrouwen, weet je? Ja. Dus volgende keer als je gaat komen, misschien ben je op een rood of zwarte lijst. Mag je links af gaan, hè? Ja. Precies, dan sta je op zwarte lijst. En als je op zwarte lijst staat, is het niet goed. Ja toch. Gaan mensen vies van je denken dat hij nee, hij is niet een goede mens, dit en dat. De mentaliteit van hem is niet goed. Klopt. Ik was eergisteren was ik bij een warung. En warung Sumatra aan de Mahoneyland. Ja. Wat is dat? Kunt u niet langs? Oh, en we hebben zo leuk gepraat en ik heb vaak gegeten daar. Ik heb ook filmpjes voor hun gemaakt. En ik breng dat dienblad naar binnen en ik neem afscheid van hun. En ik kom thuis, ik denk van hé, wacht even. Ik heb hun niet betaald. Dus ik gelijk die filmpje kijken. Telefoonnummer, weet je, stond in die film toch op dat, ja. Op dat bord. Ik bel die vrouw, ik zeg mevrouw, met Puk. Puk? Ik zeg ja, die YouTube jongen, weet je. Oh ja. Ik zeg mevrouw, ik heb net zout gegeten. Ik heb een stukje vis weggegeven aan een zwerver die me kwam vragen, want ik was aan het eten daar. Hij zegt meneer, kan je alsjeblieft, weet je, heb je wat te eten voor mij? Hij zegt ik wil een bakabana. Maar ze hadden geen bakabana. Ik zeg wil je een stukje vis? Hij zegt ja, ook goed. En die vis kostte 5 SAD. En die soto, ik denk 20. Dat is 25 SAD, had ik niet betaald. Ik zeg mevrouw, ik heb niet betaald, want ik heb het geld nog in mijn zak. Ik ben helemaal vergeten. Ik weet niet wat is gebeurd. Met Taktumsi, McFilm. Ja. Ze zegt, je hoeft niet te betalen, is van ons en zo. Als je komt volgende keer, neem een chocolade mee voor mij. Zo lief, weet je. Ja. Want ik zeg, anders kom ik nu gelijk, ik kom je gelijk betalen. Meneer, je bent vrijpostig. Echt waar, je bent vrijpostig. Dat doen ze. Ja, je bent brutaal. Je maakt niet eens je raam open om mij te vragen of zo. Dat is netjes toch? Nee toch, zo ga je niet met mensen om. Als iemand je een bericht geeft, moet je altijd bedanken. Ja. Dan ga je goed voelen ook. Weet je, sommige mensen, je geeft een bericht, ze bedanken je niet eens, jongen. Dan word je ook... Dan heb je geen zin meer om mensen bericht te geven. Maar toch, ik blijf hetzelfde, weet je. Ik denk van ja, dat is gewoon één persoon die zo is. Niet iedereen zo. Eén gaat dit van het beste voor een ander. Precies.
Duplivo. Duplivo. Oh, nee. Maar het is een eindraad van Highway. Ja. Als je de Google Map gaat kijken, ga je het zien. Ja. Duplivo midden. Ja. Duplivo rechts. En Duplivo weg. En dit is Duplivo Kanaalweg. Ah. En bij de kruising kom je dan aan bij Duplivo weg. En die weg gaat rechts door naar achterin helemaal dorp ook. Lely dorp. Ja. Ja. En je gaat ook rechtsaf, als je gaat, dan ga je naar Patfonica. Oké, cool. Jij kent die wegen. Dit is jouw buurt. Ja. Tenminste, niet echt jouw buurt. Jij komt van Kommerwijnen, toch? Ik ben wel van Kommerwijnen, maar ik heb ook familie hier in de buurt. En ook een paar vrienden. Die dame, die woont ook hier zo in de buurt, toch? Die, waar we net bij de kruising waren? Suzanne? Waar we bij Kompa waren. Die woont ook hier. Weet je waar? Nee. Van die kruising van Zoret? Ja. Voordat we in deze weg zouden komen. Oké. Okay. Was aan rechtsaf. Ja. Linksaf dan. Dus ja. Je kan doorrijden. Dat had ik nooit gevonden. Was rechtsaf. Gewoon rechtdoor? Ja. Dat had ik nooit gevonden. Ja, gaat het wel vinden, weet je hoe? Dus. Met, als het ware, als je op je met navigatie rijdt of zo. Ja, maar of je bent op pad van Wanica, ja. Dan moet je kijken als je op pad van Wanica bent. Weet je waar Welgedag B is? Welgedag B. A, C. Ik heb van gehoord. Oké, okay. Als je Helena Christina. Zijn eigenlijk de hoofdwegen die belangrijk eigenlijk is op de meeste van de grote wegen toch? Van Suriname, yeah. Wat veel mensen gaan. Oké, okay. Dus als je Patwanica zelf bent, Indira Gandhiweg, yeah. Dan moet je kijken, zij staat van Indira Gandhiweg, Nieuwe Grondweg. Nieuwe Grondweg. Ja, en in die weg woont Suzanne. Suzanne, leuke meid hoor. Ja. Echt leuke vrouw. Je mag hier weer rechts af gaan, dan gaan we helemaal net bijna bij Lelydorp. En als we van hier achter zouden rijden, yeah. Daar zouden we helemaal centrum Lelydorp. Waar wilt u gaan? Centrum Lelydorp. Wacht hier. Dit. Zo, dit is Sumatraweg. Dit is een mooie filmpje, jongen. Dit mooie weer, hè? Ja. Mooie plaats. Nieuwe weg. Nieuwe borenpassie kan je nu. Geen gaten. Ja. Geen drukte. Ja. Lekkerste bakkerij van Suriname. Oké. Kijk, wat broodjes. Kijk, wat broodjes van mij. Kun je meenemen naar huis. Voor je familie. Voor jezelf. Woon je op jezelf? Ja. Je hebt je eigen huis? Ja, ik heb wel eigen huis. Maar ik woon nog steeds bij mijn vader. Oh, oké. Okay. Maar mijn huis is er al af, alles. Het is leuk, hè, om mijn eigen huis te hebben in Suriname. Ja. Zo. Goed leven. Daarom nu is het gewoon. Geniet van je leven alvast. Voordat je gaat trouwen. Geniet een beetje. Hé, hey, Kommerwijnen heb je mooie vrouwen, hè? Jawel. Hou je ook van Javaanse vrouwen? Jawel. Ik ook. En Hindoestaanse vrouwen hou ik ook van. Maar ja, meestal kijk, die ouders zijn heel streng. Streng, weet je? Oh, Hindoestaanse, ja. Je moet gelijk gaan trouwen of zo. En meestal willen ze niet eens, willen ze dat, dat zij met Hindoestaan trouwt. Ja. Ook vanwege het geloof en zo, hè? Ja, meestal dat zijn die eigenlijk voorouders van hun met dat gekomen. Klopt. En dan gaat er met de generaties door, hè? Mm-hmm. Dan blijft het bloed puur. Ja. Ik ben wel een Nigeriaan, hoor. Ja? Jawel. Ben je Nigeri geboren? Ik ben Nigeri geboren. Ziekenhuis. Zo, ik ben Diakonesse ziekenhuis geboren. Senjastraat. Mijn vader heeft 4 kinderen. 2 dochters en 2 zonen. Zo, mooi man. Ik ben de tweede. Ik heb een zus, daar ben ik het. Dat is mijn broertje, dat is mijn zusje. Ik ben samen met mijn zus in Nigeria geboren. Mm-hmm. Streek ziekenhuis. Mijn broertje en mijn zusje is in Paramaribo geboren. Asset.
2 om 2. Ja, dat is mooi. Mijn ouders hebben maar 1. Ik heb wel een zus, maar dat is, ja, ze is niet mijn echte zus. Is, ja, hoe kan je zeggen, zij werkt eigenlijk bij ons. Uh-huh. En ik beschouw haar als mijn zus. Okay. Zij noemt mijn moeder ook moeder, weet je. Jawel. Dus, ja. Is ze gewoon aangenoemd, zus? Nou, ze werkt voor ons. Weet je, maar ik beschouw haar als mijn zusje. Ja. Ze heeft ook een man, ze is getrouwd en zo, weet je, ze heeft kindertjes. Okay. Ze is Hindoestaanse trouwens, maar ze is moslim. Oh. Hindoestaanse moslim. Echt een lieve meid hoor. Super lief. Kijk, mensen zeggen dat de moslims niet goed zijn, hè. Maar niet allemaal hoor. Ze zijn ook goed. Kijk, weet je wat het is? Ja, we zijn nu bij de Leliedorperweg, mensen. Mm-hmm. Dit is de snelste weg van de stad naar Leliedorp. Het klein stukje hebben jullie maar niet gezien, omdat we moesten even wat privé praten. Maar zo kom je op Leliedorp. Hé, hey, gezellig man dat je meekomt. Mm-hmm. Vind ik tof. Want ik had die mensen al gezegd, ik zeg dan, weet je, ja. Rijd met een brother, met een nieuwe bro, rijd die kant heen. Vind ik echt heel tof. Dit is de beste manier om weg te gaan. Dit is, als je dit naar Eiters rijdt, ben je weer helemaal centrum van Leliedorp, bij de Warungs. Bij de Warungs? Ja. Oké. Okay. Net overgaan van de politiepost. Ah, dit is dus die straat waar Marlon van de Jacht woont, volgens mij. Leliedorperweg. Ja, volgens mij wel. Heeft hier zo ergens een wiki of zo. Zijn oude mattie van mij. We zijn samen opgegroeid. En op een gegeven moment woonde hij hier ergens. Wat? Oh. Ik schrok me erop, joh. Ik dacht een drempel. Nee. Bijna geen drempel, maar verderop. Volgens mij woont hij hier zo ergens. Voor het zijn die grote huizen. Ja? Ja, dat is bij de brug. Dan krijg je die grote huizen. Maar dit is echt heel mooi hoor. Ja. Dit is echt Parnassie, hè? Echt een rustige buurt. Een rustige buurt. Geen files. Heeft hij ook eromheen en zo. Het gaat nou goed met hem, ik ben zo blij. Ik hoor alleen maar goede berichten over hem. Hier zijn ze bezig met maken. School, hè? Nee? Die school. Mooi, de school man. Van het dorp. Dan heb je nog die andere scholen hier achterin. Bij die andere kruising. Mm-hmm. En je hebt LSO. LSO. LSB. Leliedorp Sportman. Waar ze voetballen, cricket spelen. Hé, hey, die dus mensen hier Sportman, leven goed, hè? Met elkaar, hè? Jawel. Het is allemaal familie een beetje van elkaar. Ja. Ze helpen elkaar, goede sociale controle. Je hebt natuurlijk wel een paar junkies en zo, en dieven natuurlijk heb je overal. Ja, dat is dat. Nee, maar Leliedorp is wel een goede buurt, hè? Mensen uit Leliedorp zijn wel rustig, hè. Hey, je ziet die huizen zo, hè? Ja. Maar als je wanneer je naar binnen gaat, zie je pas hoeveel land ze hebben. Percelen is groot. Grote percelen. Ja. Daar is jullie het casino. Zo. Rechts. Zo, nou zijn we op Leliedorp, mensen. Zoals jullie kunnen zien. Dit is Leliedorp. Dit is het centrum.
zo. Ja. Hallo, hi. Ja, bol. 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 Ah, kayo. Boy, bisa itu Andre, Andre buat itu. Sama bel lo tapi tambah lagi mah. Jadi, kan saya beli carpet lagi saya. Ha. Hey, well, ini buat kita. Tapi kau mana? Bijna etenstijd nog toch? Ja. Waar gaat u denken? Bij die petrolstation. Oh, dat wist ik al. Dat dacht ik al, hè? Het is een Shell volgens mij. Sol, ja. Of een Sol? Ja. Shell is van Sol, toch? Oh. Ja. En die bakkerij die is aan het einde van deze straat. Ken je die bakkerij van ze niet? Ik heb het. Ding, via Franse? Juist. Ja, ja. Naam hoor. Jullie dorp gaat ook McDonald's brengen straks. Zo. Je hebt KFC al hier. Popeye is al hier. Naskip heb je al hier. Hé, hey, die dingen zijn niet goed, man. Je kan beter bij Warung eten, geloof beter me. Beter bij Warung, ja. Of bij een Hindoestaanse roti shop of zo. Die dingen zijn wel hier toch? Die rode shop. Rubram. Rubram? Ja, is ook wel hier daar. Oh, oké. Okay. Oké, maar kitchen. En kijk, hier is die bakkerij. De eten van hier is wel lekker. Ja, hier is die bakkerij. Ja. En die bakkerij is gesloten. Oh my god. Een lang weekend genomen. Nou, er is bakkerij Lelydorp. Ze zijn er niet. Dus ik kan ze ook niet groeten. En we kunnen ze ook niet filmen vandaag. Jammer genoeg. We zijn gekomen in ieder geval. Bewijs. Bewijs is op camera, we zijn gekomen. Het zijn hele slechte auto's, wist je dat? Digi? Problemen, want die andere dealen kan je niet makkelijk vinden. Precies. Maar Toyota is wel het beste, hè? Toyota is de allerbeste auto die bestaat. Kan je van alle andere dealen vinden. Precies. Hey, maar weet je welke auto het meest gemaakt wordt? Nee. Je zou denken Toyota, toch? Eigenlijk zou je denken Toyota is... Ja, is de nummer 1. Ja. Maar weet je wie? Honda. Nissan. Ik las het laatst op internet. Nissan is, en Nissan maakt al deze modellen ook. Dus een heleboel Toyota auto's komt ook van Nissan. Die fabriek. Ja. Ze maken allerlei soort modellen maken ze. Al die modellen van Toyota maken ze. Ja. Wat is dit? Naskip. Oh. En hiernaast is een broodje winkel. Het hoekje. Hier hebben ze normale drempels. Alhoewel ze hebben het leven hoog zie je. Nee, valt mee. Valt mee, ja. Kijk, joh, ik even denken. Het was weer druk, hè. Dikke boot, joh. Wow, 115 pk. Ik heb ook een boot, maar niet met zo'n grote motor. Ik mag niet... 80. Nee, je mag niet harder dan 12 km per uur. In Nederland, met je boot. Dat is belachelijk. Wow. Als je alles wat harder gaat dan 12, moet je vaarbewijs hebben. Vertel me. Ja. Je moet wel in beeld, hè? Je moet wel een beetje in beeld. Oké. Okay. Ja, okay. Dit is ja. Deze man heeft... Okay. Ja, oké. Okay. Ja. Sirius Maas is een... loyalty bedrijf. Ja. En met dat kaart van Sirius Maas kunt u bij al deze bedrijven langs gaan. Mm-hmm. U kunt inkopen doen bij deze bedrijven, Chinezen, mm-hmm. Service stations, cambio's, taxibedrijven, racebureaus. Ja.
ook TBL hebben we. Mm-hmm. Dus je kunt daar gaan, je kunt inkopen doen en je kunt punten sparen op je kaart. Ja. En wanneer je dan al een aantal punten hebt op je kaart, mm-hmm. kunt je die punten verzilveren. Je kunt bij de Chinees gaan, overal waar je een verzilverdeal zal zien, ja. kunt je daar gaan, kunt je die punten verzilveren, kunt je producten pakken. Of je kunt gaan tanken met die punten, je kunt naar de film gaan met die punten, je kunt naar McDonald's gaan met die punten. Dan betaalt hij niet meer met geld, maar ja. met die punten. Maar en dan moet je wel en wat kost zo'n kaart dan? Zo'n kaart kost 20 SRD, dat is eenmalig. Ja. Die kaart vervalt niet en die punten vervallen ook niet. Ja. Als je al, kijk, hier kunt u die puntenwaardering zien daar, mm-hmm. hoeveel punten je nodig hebt. Kijk, bij andere bedrijven kan het verschillen of je punten nodig hebt om iets te kunnen kopen. Mm-hmm. En die punten krijgt u gewoon. Als u tankt of inkopen doet, dan krijgt u die punten daarvoor. Vandaag hebben we actie hier op Shell Lelydorp. Normaal geven die service stations die punten 1 punt per liter mm-hmm. en 3 punten per SRD in de shop. Maar vandaag krijgt u gewoon dubbel punten. Dus als u een kaartje nu aanschaft, krijgt u gewoon dubbel punten. Kunt u nu al beginnen te sparen. Oké. Mag ik dit ook doen als ik over 3 maanden terugkom, want ik vertrek vandaag naar Nederland? Oké, ja. Dan kunt u terecht. Bij onze service center in de Hermitage Mall. Kunt okay. u daar een kaartje aanstappen? Is goed. Is goed? Dankjewel. Oké, okay, is goed. Fijne reis. Hoe heet je? Aman. Aman. Dankjewel, Aman. Abu. Dit was Aman, mensen. Ja. Van Suri Smile. Krijg die kaartjes van Suri Smile. Oké. Okay. Thank you, brother. Oké, okay, is goed. Fijne reis. Jawel. Super dank. Ja, mensen, we hebben net 150 SRD getankt. We hebben weer wat benzine. En ook genoeg voor Wigai om dadelijk terug te rijden. Want dat moet ook, hè? Hij moet dadelijk deze weg helemaal terugrijden. Ja. Weer naar de stad. Weer naar de stad. Je gaat rustig rijden, toch? Jawel, helemaal. Ik heb geen haast. Dus, precies. Geniet van het leven, jongen. Jawel. Sommige mensen rijden echt een beetje te hard in Suriname. Zomaar zonder. Ja. Voor niets net. En dan gebeuren van die erge ongelukken, weet je wel. Auto over de kop. Bromfietsen dood. Vanaf ik hier ben heb ik al 3 bromfietsers zijn al overleden. Dat vind ik zo jammer. Dat is echt zielig. Dat is zielig, ja. Maar weet je wat ik... en dan de... Precies, maar weet je wat ik ook vind? Die wegen... Eigenlijk is er geen weg voor bromfietsers. Apart is het niet gemaakt. Nee. Er is een... Dat is niet eens een voetpad. Niet eens een voetpad, ja. Ik bedoel, mensen die hier lopen, die worden ook gewoon doodgereden als je niet uitkijkt. Hey? Dus eigenlijk wat zij doen, ze moeten eigenlijk goed maken. Die moeten gewoon profiets apart en ja. voetpad apart. Nee. En weet je wat ook? Mensen moeten ze moeten mensen inzetten, gewoon in burger, die mensen die gevaarlijk rijden, hun nummer opschrijven. Ja. Of een fotootje maken. Zodat die man later, als hij thuis komt, weet je, wacht politie al op hem. Ja. Om een bekeuring te geven. Voor zijn slechte gedrag. Op de weg. Want ja, hoe kunnen we zorgen dat in Suriname minder ongelukken gebeuren? Hoe kunnen we praten met die mensen? Wat kunnen we zeggen? Ja. Heb jij een idee? Dat is eigenlijk de beste manier, maar wat de agenten hier doen. Die bekeuringen van hun. Ze willen alleen pas als ze geen geld hebben, dan gaan ze actie houden of bekeuren. Zo mooi was het die flitspaal aangezet. Dat ja. Maar ze werken niet. Maar ze werken niet. Waarom precies werken ze niet? Ze hebben die camera daarop op die flitspaal niet gezet. Gaan gewoon flitsen met de handen en dan dit en dat. Eerst bij de belangrijke wegen moet je flitspalen gewoon met de camera zien. Maar dat is eigenlijk wel jammer. Op deze manier verliezen we wel veel inkomsten. Is dat wat ik bedoel? Jawel. Dus zo gaat de laad achteruit. Ja. Maar nou gaan ze de rijbewijzen ook duurder maken, ik weet niet of je daarvan hebt gehoord. Ja, vanaf 5 mei. Vanaf 5 mei denk ik, wordt dat paspoort, van alles wordt duurder. De rijbewijzen verlengen wordt duurder. Ik zag die prijzen, 350 SAD, dat is best wel veel geld voor een Surinamer. Ja, toch? Voor een middenklasse persoon is het wel veel, hè? Ja. Heb je hier nog wel middenklasse? Ja.
Volgens mij ben je hier rijk en arm. Ja, je hebt wel een middenklasse. Je hebt wel een middenklasse? Jawel. Oké. Okay. Middenklasse, dat zeg ik nu, want je moet dat gewoon worstelen erbij. Maar als jij voor een verlenging van een rijbewijs 350 gaat betalen, dan ga je twee dag geld van je moeten weghalen. Precies. Wat je gaat werken. Dus dat is wel zwaar. Was dit een restaurant? Jawel. Ja. Mooi, dit is hier ook weer. Ben je wel eens geweest? Jawel, hier is het wel die lekker. Ja? En dit is vorig jaar. Ja, vorig jaar, januari is het. Ik wil mijn auto bij Cola Creek binnenzetten. Ja. Op het terrein zelf. Ja, mag dat. Als het goed is, heb ik vrienden daar zo. Ik heb Cola Creek ook gepromoot, de Mets. Okay. Ik ben vrienden met meneer Nootje. Ken je Nootje? Die heer die daar begint? Ja. Jawel. Beetje korte man. Ja. Maar natuurlijk ga je zien dat hij er vandaag net niet is. Dat is eigenlijk een probleem, want wanneer je gaat daar zijn, dan ga je hem niet zien. En de vorige keer was hij er niet, maar was een andere man. En die heeft me ook goed behandeld, want hij herkende mij van die filmpjes. Okay. Hij zei, ja, je hebt die filmpjes gemaakt over van Cola Creek. En die zijn toevallig wel goed bekeken, weet je? Ja. Kijk, als je een filmpje maakt en hij wordt goed bekeken, ja. Veel likes en zo, ja, dus, dan vinden die mensen dat ook leuk, weet je? Ja. Dan krijg je, als je weer komt bij hun speciale behandeling, goede service. Want ja, ik heb mijn spullen in die auto, man. Ik ga die auto echt niet op die parkeerplaats zetten daar zo. En mijn broek hou ik hier op het hoor. Ja, man. Is hier nou, man. Laten we vanaf 5 minuten. Daarom ben ik blij dat je meegaat. Dus als je in een nieuwe buurt bent, voor 5 minuten, ga je auto al even dichtmaken en weg. Mabrok, ja, van die mensen die zitten en wachten dan. Wat een mooi weertje. Hoe laat is het? Weet jij, 12 uur of zo? 12 uur. Ik voel het aan mijn maag. Ja. En mijn maag begint te krrrrrrrrr. Ik heb trouwens eten bij me. Ik heb een hele bak met chow mein daar zo achter. Beetje toevolgen. Ik kan je aan toe. We kunnen ook wat kopen daar zo. Als je wat anders wil eten, kunnen we bij de. Precies wanneer we naar Cola Creek gaan, daar op die hoek. Op de hoek, die warung. Die warung. Ja. Ze hebben altijd lekker gebakken vis. En ja. Voor alles of zo. Wanneer ik ook naar Nederland of buitenland gaat, of Amerika zo, soms. Dan als ik kom, gaat hij daar ook stoppen en even. Ja. Wie is kompa eigenlijk, meneer kompa? Dat is assistent hoor. De ene jongen die, als je in het garage, dat kom je in de kop. Ja. De garage zelf. Ja. Daar zie je dat die een van die jongens, hij is niet groot of dingen. Maar hij heeft wel grote mond. Hij kan heel erg schelden als het moet. Jawel. Dat is hij, hè? Ja. Ja, ik weet wie dat is. Weet je wat, kijk, mensen denken dat hij misschien slecht is of. Maar ga je eerlijk zeggen, hij is niet slecht. Hij is zakelijk. Hij is zakelijk. Je hebt een eigen bedrijf dan. Jij bent die baas. Tijdens hem werken moet je niet jouw privé dingen of etcetera doen. Begrepen? Ja. Bij privé, als het echt moet, je kan hem even melden en dan kan je het doen. Ja. Maar niet elke dag eigen privé chatten, dit en dat. Met telefoon bezig zijn. Begrijp je? Heeft gelijk. Dus hem werkuren moet je werken. Na werkuren, normaal met jou. Yeah. Hij gaat alles kopen. Hey. Kom, wat wil je drinken? Dit, dat. Wat wil je eten? Kom. Maar in het werkuren van hem moet je gewoon voor hem werken. Yeah. En hij is ook eigenaar van Cornelius op Bouwstraat. Jawel. Hij is de big boss, zeg maar. Hij is de big boss, ja. Hij is de directeur. Ja. Maar hij werkt gewoon op de werkvloer. Jawel. Hij is niet van, hij zit, kijk, op kantoor of zo. Ik ga eerlijk zeggen, waarvan we houden van hem? Hij is een directeur, hij is een baas toch? Niet als van Kuldeep Singh of die andere. Mm-hmm. Dat zij in de kantoor de hele dag blijven. Hij is iemand die
in het garage loop, check naar die werknemer van hem. Hij kijkt. Dus hij bleef, hij gaat wel in het kantoor. Hij gaat even in de kantoor zitten, even eten. Hij bleef niet lang in dat bezoek. Hij niet lang. Hij gaat dat na een uurtje, na een half uurtje, is hij weer buiten. Kijk, kijk die jongens weer. Kijk, kijk die collega's. Dan komt hij hier, dan helpt hij. Soms komt de klant, dan gaat hij zeggen, ja, mag bij hem gaan. Zelf, hij zelf, zelf van zijn klanten. Soms zit hij zelf bij de kassa. Weet je wat ik hier tegen me heeft gezegd? Ik zeg, ik werd aangehouden door de politie. Hij zegt, politie mag jou niet aanhouden. Hij zegt, welke politie? Wat is zijn naam? Geef me zijn naam, geef me zijn naam. Geen enkele politie mag jou aanhouden. Hij is echt een baas hoor, die gast. Nee, maar... De mensen denken dat het slecht is, maar nee, ik vind hem helemaal niet slecht, anders zou ik niet bij hem buren. Ja toch? Hij is wel gewoon stippelijk met zijn werk. Hij is mijn vriend, want ja. Ik had een video gemaakt. Hij zei, ja, ik heb die video gezien, ik heb het gedeeld op Facebook. Maar nu ga ik gewoon echt een andere en dat doe ik mijn compassshirt aan, weet je wat ik bedoel? Die nieuwe, wat ja toch, wat ik heb gekregen. Ja. Komt het echte over, hè? Jawel. Hé, hey, maar compa is de goedkoopste in Suriname, hè? Zijn de goedkopere in Suriname? Nee, ik denk van niet. En het is een groot bedrijf. Voor 12,50. Wat kan je voor 12,50 al doen? Volgens mij bestaat dat niet. Denk van niet, hoor. Nee, hè? Ja, vanaf 15. Bij de parallel weet ik, 15. 16. Zelfde auto. Ja, zoietje. Die zijn veel duurder. En dan moet je nog maar hopen dat ze ook nog eerlijk zijn met jou. Ja. Kijk, van compa, ik heb nooit probleem met compa gehad. Altijd, als ik bij hun huur, ik breng de auto terug. Nooit een probleem. Alles nooit. Goed gegaan. Altijd goed. Niet van stiekem krasje zetten of zo. Van, hé, je moet betalen, weet je. Ja. Zo zijn sommigen wel, hè. Ja. Die gaan gewoon, de mam ik wan krabo snel even, de man dacht, hé. In pai. Bora, bora, fi. En dat heb ik nooit bij Compa meegemaakt, nooit. Dus ik vind Compa een goed bedrijf. Jij, mensen denken dat die mensen uit het buitenland rijk zijn, hè? Het is niet zo hard. Nee, het is niet zo. Mensen werken daar ook hard om hier te komen. Jij begrijpt het, jongen. Jij snapt hem helemaal. Ja toch, want zij doen hun best ook om een keertje in Suriname te komen. Misschien hebben ze familie hier. Om hier hun familie te ontmoeten. Of per ongeluk is het wat gebeurd. Het is niet zo dat het moet, maar per ongeluk is het wat gebeurd. Een sterftegeval of wat dan ook. Ja. Zijn ze hier gekomen, misschien hebben ze die vervoer nodig. Dan ga je denken dat hij is een rijke. Al werk hij als een administratief medewerker daar. Precies. Maar hij is niet. Hij is niet rijk. Hij werkt hard voor zijn geld. Hoeveel kosten moet je ook betalen in Nederland? Ik denk dat Surinamers rijker zijn dan de heleboel Surinamers in Nederland. Ja toch? Echt wel. Dat denk ik. Dan moet je huur betalen. Dan moet je. Elk maand heb je kosten erbij. Weet je hoeveel huur ik betaal per maand? Ik betaal 500. 50 euro per maand. Voor dat. Gas en licht, 125 euro. Water, 15 euro per maand. Je betaalt iedere 3 maanden 45 euro. Goed. Dus ja. Laat me zeggen, een maand heb je 1000 euro aan de zijkant aan je huis. Of voor de. Ja. Ja, ongeveer wel. 750, 800 euro. Ja, is anders gaat hij van ongeveer bijna 1000 zetten. Terwijl als je hier woont, heb je toch een beter leven. Want je hoeft geen. Meeste mensen hebben hun eigen huis, die hoeven geen huur te betalen. Oké, gas en licht is wel. Elektriciteit is wel duur geworden. Ja, maar dat is. Kan gewoon meelopen, hè? Ja. Dus je kan het gewoon meebrengen. Dat. Dat is geen probleem met die benzine, want je gebruikt niet veel elektrisch. Je gaat niet veel gebruiken. Misschien 200, 300 per maand, is dat die? Zoiets.
Heb je dan airco als je 200 meter? Als je airco, ja, heel begrepen. Ja, dus een klein huisje toch? Ja. Yeah. Een klein huis van 2 kamer. Ja. Yeah. Met de airco, je kan zeggen 300, 350 met de airco alles. Maar vroeger was het goedkoper. Vroeger was het bijvoorbeeld hetzelfde van 300. Yeah. Was het iets van 80 is er niet? Ja. Yeah. Want ik bedoel ook, mijn vader, wat we hebben ook airco en dingen, etc. We zijn met 2 en een broertje, 3. 3 airco's draaien elke dag? 2 airco's. 2. Ja, dus de 2 airco's dan worden het, laat maar zeggen, we hebben laatst betaald 300, 315 of 317. Is redelijk. Dus nou, valt niet, vroeger ging het wel, goedkoper betalen. Kijk, als je euro's verdient, dan, ja, dan zit je wel goed. Ja, als je euro's verdient, dan zit je, dus de verschil van ja. Euro's op het SED, daarbij win je daar wel iets. Weet je waarom ik geen muziek draai? Anders krijg ik problemen op YouTube. Okay. Je hebt van die bedrijven op YouTube, jongen, dat is verschrikkelijk. Die geven valse copyright koppelings. Vals. Mm-hmm. Dus die mannen verzinnen gewoon iets en ze geven je video een claim. Okay. En dan, sommige mensen, YouTube, is paisa. Ja. Ja. Weet je, en wanneer een film op non-actief wordt gezet, dan paisa nee, gewoon qua film dat. Ja, dan heb je het zomaar gemaakt. Ja. En niks is zo leuk om een beetje paisa te maken met je film, ja toch? Ja toch. Dus dan worden die mensen helemaal, ze worden helemaal gek, jongen. Een meisje, was een Indiaans meisje eigenlijk. Ze maakte films over dansen en buikdansen en zo, oefeningen. En ze had 10.000 volgers of zo. En van de een op de andere dag kon Google al haar video's non-actief zetten, non-actief. Ze verdiende geen cent meer. Weet je wat ze heeft gedaan? Uh-huh. Ze heeft de auto gereden naar waar YouTube is, in Amerika. Uh-huh. Ze heeft geslapen in die auto. 'S Morgens vroeg is ze naar YouTube gebouw gegaan. Ze heeft pistool gepakt. Ze heeft, ik denk, 5 mensen doodgeschoten. En ze heeft zichzelf toen ook afgemaakt. Ze heeft zichzelf ook vermoord. Heel zielig gevaar. 1 leuk meisje op te zien. Dus Google, die doet een heleboel vieze dingen achter die mensen hun rug. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Google die brengt een belletje. Ja. 2 jaar geleden, 3 jaar geleden zetten ze op YouTube. Ja. En al je volgers die je al had, die hadden geen belletje om te klikken, toch? Nee. Dus die krijgen nooit meer bericht wanneer jij film uploadt. Is toch oplichterij? Jawel. Want dat betekent als jij 20.000 volgers had. Oh. En je kreeg bij iedere upload, wanneer je een videootje uploadt, 20.000 views. Weet je, of 15.000 views. Want dat waren mijn views die ik vroeger kreeg. Oh. Als ik een videootje uploadde, tegen de 18.000 had ik toen volgers. Gelijk 15.000 mensen, meer dan, weet je, dan nu. Ze hebben alles kapot gemaakt. Google is een oplichter, joh. Weet je, maar Android. Door die belletje daar kregen ze dat niet meer dan. Precies. Want niet iedereen klikt op dat belletje. Ze klikken op abonneren. Ja. Maar die abonneeknop is niks meer waard. Is alleen voor de show. Alleen voor de show. Om het ding als kern een beetje. Ja, om jou te laten denken dat je abonnees hebt. Maar ja, die mensen krijgen geen bericht wanneer jij film uploadt. Stel, je bent de handelaar. En je gaat elke week ga je groenten verkopen op de markt. Ja? En van de een op de andere dag zegt die markt niet meer tegen jouw kopers wanneer ze open zijn. Dan komen we misschien wel een paar mensen, 100 mensen of 200 mensen komen even wat bij je kopen. Maar normaal had je duizenden mensen die bij je kochten. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dan leid je verlies. Ga je achteruit? Ga je achteruit? Ga je geen wiskunde maken? Nee. Dan is jouw loon plotseling van €800 per maand gezakt naar €250 per maand. Ja.
500 heb je verloren. Dat is gewoon erg. Dat is erg, man. Ze hebben het echt wel dingen gedaan. Ja, Google is een gemeen bedrijf. Daarom krijgen ze ook achter elkaar bekeuringen van de EU. En ik ga dit aanhalen bij de EU, want het is gewoon niet eerlijk. Mensen hebben abonnees. Als ik abonneer op jou, dan wil ik iedere keer wanneer jij film op internet zet, wil ik bericht krijgen. Ja, toch. Maar ik krijg geen bericht, terwijl ik ben geabonneerd op jou. Hoe dan? Ja, niet toch. En dat is wat is gebeurd op Google, YouTube. Ja, dat vind je van de mensen van die video's die uploaden achteruit. Achteruit te gaan. Sommigen hebben miljoenen volgers verloren. Sommige mensen hebben miljoenen volgers. Natuurlijk hebben ze ook altijd wel mensen die betalen, weet je wat ik bedoel. Ja. Kijk, die films die ik maak, ik maak techfilms, hè. Ja. Bijvoorbeeld jouw telefoon, wat voor telefoon heb je? S wat? S4. S4? Ja. Is dat de S4? De J4. De J4? Ja. Oké. Okay. De J4 bijvoorbeeld, ik heb geen software daarvoor, ik heb nog, de J4 heb ik niet. Maar voor bijvoorbeeld S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, zelf S9 heb ik software, andere software. Niet van Google. Jouw telefoon wordt gecontroleerd door Google. Ja. Google luistert naar je. Google volgt jou. Ja, al dat soort dingen, daar verdienen ze ook geld mee. En Samsung, die geeft updates. En op een gegeven moment krijg je geen update meer. Jouw telefoon kan niet meer opgedate worden. En daar komen wij. Wij zijn ontwikkelaars. We maken Android speciaal voor speciale telefoons. Dat is apart. Apart. Bijvoorbeeld de J1. J3 volgens mij, 320FN. Die is geëindigd op Android 5. Dus die mensen krijgen geen update. Maar wij maken updated Android van Android 7 voor de J3. Dus dan komen die mensen, vinden ze mijn film. Dus ze gaan ze zoeken. Ja. Weet je, op die software. En dan komen ze wel bij mij. Want ik ben een autoriteit op dat gebied. Ja. Ik heb heel veel films over telefoons. Hoe je kan hacken en hoe je je eigen software kan installeren, hogere versie van Android. Maar die komt niet met Google Play Store. Die komt met onafhankelijke winkel waar je ook dingen kan downloaden, gratis. Ja. Je hoeft geen account te maken, je kan gewoon downloaden wat je nodig hebt. Alles wat je in de Play Store vindt, vind je ook daar zo bij hun. Maar normaal. Ja, dan kan Google je niet meer volgen. Weet je, Google Service. Als jij je afvraagt waarom je telefoon langzaam is, komt door Google Service op jouw telefoon. Want soms is het wel echt dat het echt traag gaat, hè? Dat bedoel ik. En dat is Google. En Google is gemeen, want als jij en ik een telefoon gaan ontwikkelen, als we naar China gaan en we zeggen, hey, we gaan een eigen merk maken, Compa Mobiel bijvoorbeeld. Het kan, je kan een Compa Mobiel maken, maar als je dan Play Store wil zetten, ja, dan moet je extra betalen aan Google. Terwijl je kan ook andere store gebruiken waarbij je niet hoeft te betalen voor niks. Dan kan je gratis alles downloaden. Je hoeft niet eens je naam te vertellen. Ja. Dat is Google wil geld maken. Ja, Google volgt mensen en die wil bepalen, weet je. Google is een gemeen bedrijf, man. Ze doen wel heel veel, weet je, en ze lijken wel heel aardig en zo, maar zijn ze echt een gemeen bedrijf. Kleine ondernemers, die worden helemaal onderaan in de zoektermen gevonden. Wanneer je gaat zoeken op dat bedrijf, zie je eerst andere bedrijven van Google die met Google werken, voordat je je eigen bedrijf ziet. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat is vals. En daarom heeft de EU ze ook miljarden boete gegeven. Ze hebben een boete gekregen laatst van, ik denk 4 miljard. Omdat ze
oneerlijke concurrentie doen. De concurrentie van hun is heel oneerlijk. Maar issue is eigenlijk die beheer Google en etcetera. Google, wie het beheert? Google is van Alphabet. Alphabet is een bedrijf die, zeg maar, van wie Google is. En dat zijn allemaal aandeelhouders. En die willen alleen maar geld zien. Kan je voorstellen, die man die Android gemaakt heeft, ja. Heet Andy. Ja. Die man heeft een vrouw verkracht daar zo. En ze hebben het stilgehouden. En toen het uitlekte, hebben ze hem ontslag gegeven. Maar hij kreeg 2 jaar lang, elke maand, 2,5 miljoen dollar betaald. Terwijl hij heeft de vrouw verkracht, hè? Ja. Heeft de vrouw gewoon fucking verkracht. En dan denk ik ook van ja, iemand die zo is en hij maakt een operating system, kunnen we die man vertrouwen? Daarop, je gaat twijfelen, ja. Je gaat denken van, hey, Android is niet te vertrouwen. Maar dat klopt ook, Android is ook niet te vertrouwen. Het is wel te vertrouwen, maar als zodra je Google Services erop gaat zetten, is het niet meer. Vertrouwen is weg. Dan ben je afhankelijk geworden. Dan is het eigenlijk niet jouw telefoon meer, maar van Google. Kijk, deze telefoon, dit is de J3 120FM. Hij draait Android 7. Maar Android 7 bestaat niet voor deze telefoon. Wij hebben zelf gemaakt. De Android versie. Maar van die J4 nog niet? De J4, ik heb nog nooit gekeken, ik heb nog niet gezien. Maar welke Android heb je? Je hebt Android 8 of zo. Of 7. 7 heb ik hier nog. Hoe dat? Ja. 712? Ja, van harte. Moet je bij instellingen kijken. En dan over deze telefoon, helemaal onderaan. Dat zit je goed voorlopig. Samsung Experience version 9. Oké, dat is goed. Deze telefoon is ook, hij is ook niet zo oud, toch? Nee, het is die nieuwe model, de J Plus, J4 Plus. Oké, mooi. Dus, maar over 2 jaar, uh-huh. Dus wanneer we bij Android 10 zitten, uh-huh. Dan waarschijnlijk moet je maar net hopen dat je dat ook krijgt. Ik ga die S7, die Samsung S7, ja. Nemen. Het is een goede telefoon. Die 7 dan. Maar deze ziet er ook goed uit. Maar dit ga ik dan als werk gewoon gaan houden. Oké. Voor privé dingen, daar gaat die blijven. Je houdt die van iPhone, hè? Niet of is direct. Het een beetje te klein? Niet direct, welke van ze? Deze bijvoorbeeld. Jawel, maar dit is 6, hè? 7. Ja. Ik heb 128 gigabyte heb ik erin. Geheugen. En hoeveel kost dit dan? Toen die uitkwam, uh-huh. Ik denk 1000 euro. Maar nou niet meer. Dan heb je de X. Die kost. De 6 kostte 800. Uh-huh. 800 euro kostte de 6 toen die uitkwam. Apple is ook een aparte bedrijf. Ja. Ze hebben weer andere trucjes. Ze hebben programmeertrucjes wat ze doen. Om de mensen voor de gek te houden. Om de mensen te laten denken dat ze betere moeten kopen. Het duurdere. Het meer geheugen. Zonder zomaar. Ja. Het is gewoon
lekker meer dingen doen ze. In plaats van verplaatsen. Ja, als je bijvoorbeeld met iMovie werkt, dat is een video editor. Dit wordt allemaal in iMovie geëdit. In die telefoon. Ja. En nou, het is een goede editor. Alleen, die mensen worden voor de gek gehouden als ze bij 32 gigabyte hebben. En ze maken een lange film. Dan kunnen ze niet exporteren. Zegt die no more space. Goed. Ja hoor. Hij filmt in 4K. Dit is 4K film wat we nou doen. Oké. Ja. Dat is beter dan Full HD. En die selfie cam is Full HD. En de selfie cam van de iPhone 6 is 720p. Dat is ook zoiets. Samsung telefoons hebben 4K al vanaf, ik denk, de S6. S6 kan ook in 4K filmen. Maar het probleem is met S6 en met Samsung, er is geen software waarmee je die 4K kan editen. Dat je ook echt 4K hebt. Dus je kan je film maken, maar dan moet je die film zo zetten. Dat is niet mooi. Je wil ook tekst zetten, je wil een beetje, weet je, muziek misschien eronder of iets moois maken. Maar dat kan dan weer niet. Maar dan zegt die S6 tegen je. Dat is gewoon eenvoudig dan. Eenvoudig wat je hebt gemaakt, precies zo kan je moeten zeggen. Precies. Je kan niet meer kopiëren en daar zetten. Nee. Ze hebben al die bruinzeelwoningen weggehaald die hier stonden. Kampen gaat hier bouwen. Ja? Ja. Serieus, wat gaan ze bouwen? Met die ding is? Autovuur. International. Ja. Kampen International. Komt daar ook. Zo, dan kijk al die huisjes. Ja. Is allemaal nieuw. Ja, nieuwe huisjes. Is een bedrijf even overgenomen? Om een project, als een project te maken hier toch? Hey, we gaan even naar de warung, vriend. Ja. Hey man, dat jij ook honger hebt. Dus kom, we gaan daar ook auto's zetten. Oh, dan kan ik gewoon... Als je komt, dan kan je direct daar nemen. Oh, heerlijk man. Een kleine kantoor gaat ook daar zijn. Heerlijk. Dus je kan van alles direct doen. Oké, mensen, waar zijn we nou? We zijn nu op weg naar Cola Creek. De weg naar Cola Creek. Hier waren grote gaten eerst, jongen. Echt. Ze hebben het echt heel mooi gemaakt. Ook een voetpad daar voor de mensen om te lopen. Ja. Met dikke palen. Dus de auto gaat je echt niet zomaar daar komen rammen. Die auto gaat eerst zelf geramd worden. Daar woont de zus van mijn ex. Die werkt bij de meteorologische dienst. Hey, maar hoe is het met die vrouwen dan? Vertel me over die vrouwen in op Kommerwijnen. Beetje leuke vrouwen? Jawel. Let op, wat rimpels. Dit is rimpels.
niet drempels, maar rimpels. Rimpels. Oh, ik weet nog deze weg, jongen, daar zaten zulke dikke gaten in. Ja. Hè? Vroeger, hè? Ja. Vroeger mocht ik hier niet komen met compa auto. Ja, toch, een boxje. Boxje? Is het echt netjes gemaakt? Nog meer rimpels. Ja. Hé, hey, en deze weg gaat helemaal door tot waar? Tot Apoera? Ja, dus achterin. Mm-hmm. Als je doorreed, dan kreeg, kom je bij. Ik denk er is wel een weg die naar Afobakka ook reed. Oké, okay. Ja. Dan ben je dan ook naar Refri Apoera. Het is leuk om te crossen met de crossmotor. Ja. Dat wil ik wel hebben. Als ik in Suriname kom wonen, wil ik een crossmotor hebben. Maar eentje waar je ook op de weg mag, hè? Ja, die... Of de road. Op de road, ja, gewoon. Ja. Het is lekker, hè? Ja. Het is eigenlijk een gewone motorfiets, maar dan met speciale banden. Ja. De grote streep, toch? En ze hebben veel power. Je hebt ze à la pressière. Maar deze weg is helemaal geasfalteerd, tot waar? Ik denk dat het... Waar begint het hier nog, nog 10 kilometer of 15 kilometer van hier is het nog geasfalteerd. Omdat je hebt ook Marina Lex. Ja. Ja, Marina Lex ken ik wel. Dat zie je ook als je op de dak hebben ze. Ja, dingen gaan zien. Ja. Ik kom als kleine jongen kom ik heel vaak hier zo. We bleven ook slapen hier zo. Vannacht. Met tenten. Namen we onze eigen tentjes mee. Nee, maar deze ribbelstrips is zomaar. Voor wat? Dat mensen niet te hard rijden ofzo. Nee, dus s'avonds. De reden waarom s'avonds, laat maar zeggen. Als je gaat rijden, ja. Misschien als je niet alleen bent en je gaat in slaapbeen vallen of wat doen, dan gaat hij wakker maken. Ah. Of bij de bochten, dan meestal bij de bochten komen en zodat je gaat remmen, afremmen voor de bochten. Dat is wel een ding, hè? Maar vroeger was dit veel op Nikkeria. Nikkeria. Als je naar Nikkeria reed, de coronie zou je dat veel krijgen. Ja. En nou niet meer? Nu is het weg. Maar dat zijn die beetjes die kan die weg te maken. Hè. Dus misschien als ze klaar zijn, dan gaan ze ook weer zetten. We hebben ook heel veel in het bos gespeeld hier zo. Toen we kwamen daar, gingen we naar buiten gaan, alles doen, voetballen. Kijk hoe het is geworden of hier nog steeds mensen zitten. Hier zit niemand natuurlijk, zoals altijd. Hier zit helemaal niemand. Hier zit nooit iemand, joh. Niet daar. Het is gewoon voor de mooie gemaakt. Ja. Maar die kan rechtsaf is kinderboerderij, toch? Is het ook niemand? Ik ga gewoon naar binnen rijden. Ik ga mijn auto echt niet hier buiten zetten. Dat is gek in mijn hoofd. Hallo, ik kom even voor kantoor. Oh, voor die elektriciteit. Ja. Ja. Ja, waar zijn we nu? Cola Creek. Cola Creek. Ja man, dit is ja, Cola Creek om eventjes het water in te gaan, weet je. Ja, eventjes
Ja, hoe moet je zeggen? Ja, eventjes. Juist, eventjes 1,50 meter diep. We hebben kaimans hier, we hebben slangen hier zo. We hebben van alles hebben we hierin. Dus weet jij, ik ga er even in. Ja, ik laat mijn spullen bij jou. Oké, we zijn klaar. We gaan eventjes de beheerder bedanken. En groeten. En last afscheid nemen. Ja. Voordat je naar het airport gaat. Hi boy. Ik heb ook nog die J3, daar heb ik nog wat belten goed op. Dus ik kan mijn moeder nog even bellen. Ja, even praten. Ja. Maar ik wil zo snel mogelijk naar die VIP-room. Daar heb ik mijn vrijheid, begrijp je? Ja. Want anders zit je daar maar in die grote zaal. Mensen, dit is de receptie. Hier kan je zeg maar huisjes huren. En tafelstoelen, barbecue roosten, et cetera, et cetera. Dat kan allemaal hier zo. Dit wordt gesponsord door de Mets. En we gaan even de meneer bedanken. Ik zie het niet. Meneer, kijk dat er iemand hier voor u. Wat komt eraan? Ja hoor. Ja. Nou meneer, ik heb aan de afspraak gehouden. Ik wil u heel hartelijk bedanken. U bent de beheerder. Dit is meneer... Nee, ik ben niet de beheerder. Maar u bent werkzaam hier. Waarnemend, ja. Waarnemend. Wanneer de beheerder die... En wat is uw voornaam? Alleen uw voornaam hoor. Kenneth. Kenneth, dit is Kenneth. En ik wil zeggen dankjewel Kenneth dat ik even Owasi mocht nemen. Graag gedaan. God bless you and God bless the Mets. Yes. Oké. Okay. Yo, we zijn er weer. Nou, net eventjes een wassie genomen op Cola Creek. En dan zijn we bijna op zonder, hè? 5 minuutjes, zijn we er. Heerlijk. Zou het al druk zijn, denk je? Ja, het moet al begonnen zijn. Zou mensen als ik daar zien. Maar die regen gaat nog niet zo lang zijn, denk je? Nee. Niet direct. Valt wel mee, denk ik, dat je misschien alvast aan 20, 30 mensen. En dan gaat het vrij snel, want 4 balies aan de open zijn, dus. Broertjes laat de warung, laatste warung. Ja. SLM zakken iets van 7:30. Ja. Is het weer 8:30. Is het sneller gekomen, 7:45 is het gekomen. Het was eigenlijk vertraging, maar toch is hij eerder aangekomen. Zijn er hier van die dingen die open gingen toch als je verkeerd reed? Ja. Met die haken, die hebben ze weggehaald. Jawel. Ze hebben het hele andere model gedaan. Dus als je van nu, die strip wilde, die strips nu. Dus als je terug gaat van die kant, zijn nu bezig daar wel die hakjes terug te zetten. Oké. Van deze kant kunnen de mensen niet gaan. Gaat die boom open. Zolang die boom niet, als je voor die boom komt. Al ga je van deze kant, gaat die boom niet open. Die magnetisch is van die kant, hè? Ja. Dat gaan ze allemaal bij alles zetten. Maar ze gaan daar ook vertrek op de tas aankomen. Wat is dit? Ze hebben alles gebroken. Ruim het dan ook op, jongens. Het staat niet mooi, toch? Ja, dat hebben we hier gemaakt binnen. Het is nog rustig. Uh-huh. Heerlijk. Het is rustig gaan nemen. Het is de beste tijd om in te checken. Volgens mij is de sala open, denk je? Ja. Ja?
gaan lopen, die deze mensen zijn heel erg. Is dat een piloot? Captain! Captain! Nee. Hier kan je karretje pakken toch? Ja, ik breng die karretje voor je. Je mag niet voor. Okay guys, I just checked in and I had to remove my Dell laptop. I don't know where I should go. I think there. And I put it in my, I had only 15 kilos in my suitcase. And my Sabaku room is closed. So I cannot, where should I go? Waar moet ik naartoe? Oh, naar daar. Dank u wel. So, I removed all the phones that I had. These were at least 3 kilo phones. And I put them in my pocket. And I could pass. I had only 12 kilos in my luggage. So, that's it. Okay, our plane just arrived, guys. So, I remember when we arrived not so long ago. We had Captain Otto that made his last flight, and the fire workers were there to welcome this plane. And we had het vliegtuig helemaal ondergespoten. Ja. Was leuk, hè? Ja, zeker. Was Otto van Brugge. Oké. Dat was zijn laatste vlucht. Oké, mooi. Ja. De laatste trap op. Oké. Okay. Nee, 52. Op de laatste trap op. Mooi zo. Zo, ja, mensen, we gaan weer vertrekken. En ik wil iedereen bedanken in Suriname die onze YouTube-films hebben bekeken. Super dank. Ik ben er gauw weer. Ik wil mijn moeder heel veel sterkte toewensen en dat alles goed gaat met haar. En dat ze over 3 maanden ja, helemaal opgeknapt is. En dat het goed met haar zal gaan. Dat is wat ik wens. En Suriname, ja, ik ben vandaag niet emotioneel. Ik ben vandaag heel nuchter. Super bedankt voor de leuke treatment. Al die breaks die ik heb gekregen in het verkeer. Ja, ik moet zeggen, jullie zijn toppers. Alle Surinamers zijn toppers. Alleen je moet die top uit hun weten te halen. Het is net een boom waar bloesems in zitten. Je moet weten hoe je die bloesems eruit haalt. Ik ga instappen en ik zie jullie zo meteen aan boord. En we say goodbye, Paramaribo, Suriname, SMGP. Dat moet het weer normaal.
gaan gewoon wachten tot het zonnetje op is. Captain, qué bueno. There we go. Oye, Juan. La agua. Juan. There we go.
take-off from Paramaribo. May God bless us all. After about 9 hours flying, we finally arrived in the Netherlands. What you see here is the Netherlands under us. So we're gonna prepare to land.
Dit zijn de duinen.
kan me voorstellen. Wauw, we made it. Het was best harde landing eigenlijk. Ja. Yeah. Wow. Niet zo smooth als, als Captain Otto. Otto van Brugge, je moet ze les geven hoor, die jonge jongens. Ze landen die dingen te hard. Maar goed, we hebben het gemaakt. Nice landing. Well done, Captain. The same. Okay, we are in the Van der Valk bus and we just arrived. This is our driver, cool guy. And I'm tired, exhausted. Okay, daar sta je dan met jouw koffers bij Van der Valk en heb je euro nodig. Ja, die heb ik niet. Maar ik heb wel 1 SAD uit Suriname. Ja, onthouden jullie het maar, Surinamers. Als jullie bij Van der Valk komen, kun je met 1 SAD kun je een kaartje. 1 SAD, jongens. Kijk nou. Hoppa. Zo, laptopje en oh. Zo doe je dat. Maar nu gaan we eventjes naar mijn auto toe. Kijk of mijn auto er nog staat. Eigenlijk heb ik genoeg energie om naar huis te rijden, maar ik moet een hele grote boodschap doen, dus dat wil ik even wel hier doen. En ik wil even douchen, dus ik ga even een restroom nemen. Oeps, sorry. Here's my car. My car is okay, my tires are good. Let's see if the thing still starts. Oh boy. Hi baby. Hi. Oh my god, I think battery is empty. Battery is empty. Oh my god. My battery was fully empty and some Romanian guys that were there with the car, I asked them and they had this cable and they started me up, guys. We're driving again. But now I must let it run for a while because I still must collect my things in the hotel. But yeah, I'm not sure how long I must let it run like this. So I'm kind of scared to turn it off, you know. So I might leave it on and just go collect my stuff. Yeah, I think that's what I'm gonna do. I'm just gonna leave it like this in front of the, they won't even see that it's running. So let's go do that. Hey guys, we're back in the car and I got my ticket. Yes, I can drive out of this
place. You know why I'm leaving? I had $100, and what happened? They give me only 60 euros for that $100. And $100, that is at least 89 euros. So I got 60 euros. Hey, je moet je niet laten verneuken bij Van der Valk, hè? Ik hou van Van der Valk, echt waar. Ik ga niet voor je jokken. Ik hou van Van der Valk. Want als ik uit Groningen bijvoorbeeld een lange reis moet maken, ik moet naar Schiphol. Weet je, dan zet ik mijn auto altijd hier zo. Echt waar. Ik ga het nergens anders zetten dan bij Van der Valk. Maar, ik had alleen maar dollars. Mijn vader had me $100 gegeven. Hij zegt, je redt je er maar mee. Hé, hey, ik hoef niet eens, kijk hier, ik had die kaart niet eens nodig. Godverdomme. Ik had het niet eens nodig. So, what I'm gonna do now. Oh, I must put this in charging. Oh, la 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 la, I must put this in charging. Boom. Are you charging, baby? Yes. So, what I'm gonna do. I first gonna take a little break. Because I feel exhausted. You know, I feel terrible, but now I feel great. Look how I'm sweating, man. I'm so happy to be back home, and that at least I could start my car. Oh my goodness. So now I need to put, I won't make a video of this complete drive, because I need my navigation. I have no idea how to drive home from here. So that's what I'm gonna do. I'm gonna stop right here. And I see you when I'm back in Groningen. Thank you so much for traveling with Buck.